Hallo beste mensen. Ik heb een ongelukje gehad. Ik weet niet of je kunt zien. Arm in verband. Dit hier waar de schuifdeur in valt, was slas gegaan. Je ziet het, hier zit hij weer opnieuw vast. Maar hij zat op één plek nog vast van de vier. Dus toen besloot ik om dat opnieuw vast te gaan zetten. En met wat steviger bevestigingsmateriaal dan het zat. Want er was al een keer eerder in de bijna 2 jaar dat ik hier die deur heb zitten afgegaan. En toen probeerde ik op die ene plek waar het nog vast zat het door te slijpen. Van boven zat hij los, dus ik kon dit wat naar me toe trekken. Ik had er een schroevendraaier achter geklemd, zodat ik wat ruimte had. En ik ging er met de slijpschijf zo achterlangs. En ik dacht, nou, even slijpen, dan staat los. Maar toen brak zo opeens de slijpschijf aan stukken. Dus, nu ben ik weer bezig. De mouw goed over het verband, wordt er niks vies. En gelukkig kregen we de klus geklaard. Zit nu goed vast. De deur sluit er goed in. Ik doe hier even een test. Mijn zoon heeft meegeholpen. En dan zien we hier die kapotte slijpschijf nog liggen. En dan 's avonds tijdens het melken doe ik een lange onderzoekshandschoen aan. Zodat het verband niet nat en vies wordt. En mijn zoon helpt mee met melken. Inmiddels zijn we 2 weken verder. De wond geneest goed. Ik hou er niks ergs aan over. Zo had ik hoop in de stal. En in huis heeft mijn vrouw de wond iedere keer netjes verzorgd en verbonden. En de les van dit hele verhaal is nog meer voorzichtig zijn als we werken met een slijptol.